Onder toeziend oog van de jongeren en met fijne muziek van Jody Benal op de achtergrond is donderdagmiddag Jeugd- en Jongerencentrum De Eclipse feestelijk geopend. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter is blij met dit nieuwe thuis voor zijn jongeren. Dat betekent dat we eindelijk weer een ruimte hebben voor de jeugd van Zeewolde. We zijn natuurlijk een hele jonge gemeenschap en er moet wat voor de jeugd gedaan worden. Wij zijn begonnen als gemeente met het aanstellen van jongerenwerkers, die hebben we nu. En nu de activiteiten erbij en een hok voor de jeugd, zeg ik dan maar. De jeugd noemt het vaak liever een hok dan een officieel centrum. Waar ze lekker kunnen chillen, waar ze kunnen tafeltennis of andere zaken kunnen doen en bij elkaar kunnen hangen. En dat willen ze graag. Nou, dat kan hier. Geen nieuw begin, maar voor jongeren betekent het wel dat ze hier kunnen komen voor tijdbesteding. Kunnen komen voor een gesprekje of kopje thee. Het is heel breed en ik denk dat er veel kinderen, maar ook jongeren wel iets kan veranderen of iets kan betekenen. Nou, wij hebben natuurlijk heel veel jeugd en die heeft weinig te doen in het dorp. Dus we hebben gekeken naar wat kunnen we de jeugd bieden. Nou, een van de dingen die we samen met Straathoekwerk hebben gedaan is natuurlijk de basement weer open. En het andere is voor de jongere jeugd hier in het jeugd- en jongerenwerk een Lars aanstellen als de eerste jeugd- en jongerenwerk en nu André is erbij. Dus, en dan leuke activiteiten organiseren die de jeugd aanspreken. Van de volgende week gaat het starten. We hebben van de volgende week maandag gaan we bijvoorbeeld schaken. Maar dat komt echt uit de gemeenschap zelf. Leuk initiatief natuurlijk. Dinsdag wordt er gekookt. Volgens mij ja. En dan begint voor mij ook die week ook theater volgens mij ook. Dus rustig aan gewoon. En vanuit die situatie gaan we, als dat een beetje loopt, ook andere dingen weer in smeren. Ja, de vraag is er zeker. De afgelopen dingen die wij hebben georganiseerd, merken we zeker dat er echt vraag naar is. Ja, het is gewoon nodig. En ik hoop dat hier ook weer toekomstige leiding voor jeugd- en jongerenwerk uitkomt. En wie weet wat het verder voor de gemeenschap Zeewolde kan betekenen.